Het Nationaal Archief Suriname, NAS, heeft ter gelegenheid van de Internationale Archiefweek een bijzondere filmavond georganiseerd, waarbij de documentaire Uma Fusranang centraal stond. Deze filmavond bood een unieke inkijk in de geschiedenis van Suriname in de jaren 70. Tijdens het evenement deelden twee onderzoekers hun ervaringen en inzichten over het project, benadrukkend waarom het zo belangrijk is dat vooral jongeren een goed begrip hebben van deze historische periode. Namelijk zo dat veel mensen van de 50 niet weten wat de situatie was in Suriname. En voor ons was het belangrijk om de situatie in de film te toetsen en ook de film in haar tijdgeest te plaatsen. En zo hebben we toen de vraag geformuleerd, hoe kunnen mensen de intentie van de film begrijpen en naar waarde schatten. En onze uitvindingen hebben we in een verslag verwerkt en zodoende geprobeerd een overzicht te geven van de jaren 70. Met welke bronnen hebben we gewerkt? We hebben gewerkt met het archief Nationalisme, de krant Vrije Stem en andere publicaties. En voor de mensen hier in de zaal, als jullie ook je eigen onderzoek willen doen naar de jaren 70, de bronnen hebben we hier. Tijdens deze presentatie hebben de onderzoekers van NAS vooral gesproken over de sociale, economische en politieke situatie in Suriname in de jaren 70. Opmerkelijk is dat onderzoeker Rebecca Torso vertelde dat de situatie op politiek gebied niet veel verschilde met de hedendaagse situatie. Op 19 november 1973 kwam de NPK als grote winnaar uit de bus. En zij regeren dus van 1973 tot 1978. En net als de voorgaande regering, Lajman Sethi, maakte zij ook een aantal beloftes om het volk, aan het volk om Suriname tot ontwikkeling te brengen. En je ziet daar ook enkele daarvan, zorgen voor werkgelegenheid, een redelijke AOV en kinderbijslag, Suriname leefbaar maken, Suriname tot ontwikkeling brengen en noem maar op. En we zijn dus verder gegaan naar de bronnen en gekeken naar de bronnen uit de kranten, zien we dus dat de realiteit anders was. Suriname verkeerde in een economische crisis. Het volk had te kampen met economische, sociale en politieke problemen. Enkele daarvan, vriendjespolitiek, komt dus weer aan bod. De bedoeling van de activiteiten van het Nationaal Archief is om archieven dichter bij de samenleving te brengen en mensen bewust te maken van de Surinaamse geschiedenis. Het Nationaal Archief heeft verschillende activiteiten georganiseerd in het kader van de Internationale Archiefweek. Dat was het voor de Binnenlandse Berichten.